Ongeveer op deze plek. Het is nu niet zichtbaar, want er ligt een schijf op met zijn naam en geboorte en sterfdatum. En die is nu verborgen in het groen. En zo zal hij het ook gewild hebben. Een beetje anoniem zijn voor een ander. Vorig jaar zomer is de man van Hanneke Wesseling overleden. Hij wilde altijd worden gecremeerd, totdat hij samen met zijn vrouw rondkeek op natuurbegraafplaats Heidepol in Arnhem. Ik ben ontzettend blij mee. Ik kom hier 2 keer in de week. En soms morgens heel vroeg, dan zie je niemand. Of tegen de schemering. En het blijft je fascineren als je hier oploopt. Het is iedere keer een ander schilderij. Hanneke Wesseling is niet de enige die enthousiast is over deze manier van begraven. Er komen dan ook in rap tempo natuurbegraafplaatsen bij. Een paar jaar geleden kon het nog maar op 2 plekken. Nu zijn er al 5 locaties in Gelderland. In Lochem en Assel al vanaf de vorige eeuw. In Dieren sinds 2002. Bij Arnhem kwam er een in 2012. En in Doetinchem sinds vorig jaar. En er zijn ideeën voor nog meer begraafplaatsen in de natuur. In Gendringen, Epe en ook in Wapenveld. Hier zijn zelfs plannen voor 2 natuurbegraafplaatsen. Plannen zijn om aan deze zijde op het landgoed de Polberg dat te doen. En aan die zijde op het landgoed Winfried. Daar wil men bij elkaar 18.000 graven maken. René Pol werkt voor Natuurbegraven Nederland. Een bedrijf dat op dit moment bezig is met het realiseren van een kleine 20 natuurbegraafplaatsen. Waaronder 1 van de 2 plannen in Wapenveld. We hebben goed gekeken naar de markt. We hebben het marktonderzoek laten uitvoeren. En het blijkt dat mensen, en zeker in dat gebied, meer dan 1/4 van de mensen, geeft aan dat ze geïnteresseerd zijn in natuurbegraven. Theodor Zandberg heeft zelf een landgoed in het Overijsselse Badmen. Hij maakt zich zorgen over al die plannen voor nieuwe natuurbegraafplaatsen. Heel veel landgoederen denken, dit is mijn kans om geld te maken. Zoals ook hier, de Polberg en het landgoed Winfried, beide staan al jaren te koop. Mensen hebben miljoenen in hun gedachten als koopsom, krijgen die niet. En denken nu, als we gaan begraven, dan komt dat geld toch binnen. En ik denk dat dat een misvatting is. Zandberg krijgt steun van de provincie Gelderland. Want ook gedeputeerde staten zien een tendens bij met name landgoederen om geld te willen verdienen met natuurbegraven. En daarom willen GS regels opstellen voor toekomstige locaties. Uitgangspunt is dat die nieuwe locaties in minder waardevolle natuur moeten liggen. En aangezien veel landgoederen in waardevolle natuur liggen, zullen die niet zomaar toestemming krijgen van de provincie. Het mooie van natuurbegraven is dat we creëren natuur en we maken nieuwe natuur. En we zorgen dat die natuur ook voor de toekomst natuur blijft. Dus we geven vanuit een particulier initiatief zorgen voor een bijdrage aan het behoud van natuur in Nederland. Als je zegt, ik claim een stukje natuur voor mezelf, voor eeuwig, dan moet je er wel rekening mee houden dat je toekomstige generaties dwingt om over een begraafplaats te lopen. Ik denk dat daar goed over moet worden nagedacht, of we dat met elkaar willen. Voor veel mensen is een discussie over natuurbegraafplaatsen niet nodig. Zo heeft Hanneke Wesseling al een plekje voor haarzelf gekocht, voor als ze overlijdt. Schuin achter mijn man. Niet traditioneel. Je wordt begraven in de natuur. Dus een beetje schuin achter mijn man. Prachtig.